Rob's Grote Tuinverbouwing wordt mede mogelijk gemaakt door Groenrijk, Bakker.com waar tuinierplezier begint, Idomotica, schilderijenshop.com en voordeelgordijnen.nl. Ik ga Jolanda en Casper verrassen. Nou is alleen Jolanda thuis. En dat wilde moeder Wilma graag. Ze wonen net in een nieuw gebouwd huis en de tuin is een zandbak. Altijd koffie, nou dat moet lukken, kom op. Dus dan kan je hiermee knallen. Nou, als dat geen eerste indruk is. Dag Jolanda. Dag meneer. Ben ik in het postpakketje? Ja, een leuk postpakketje net. Zou ik op de post te wachten? Ja. Op de Van der Veenlaan. Nou, dat is wel stoer, hè? En jij Van der Veen, hè? Ik heet Van der Veen, ja. Wat een mazzel heb jij, zegt hij, hier mag wonen. Zeker. En nou zeker? Ja. Het postpakketje. Ik word er een week stil van. Nou, dat was ook de bedoeling natuurlijk, ja, hè? Gelukkig, Die zandbak ben je zat al, voordat je erin zit. Ik heb hem al mee gezien, maar... Nou, mag binnen, heb je trouwens koffie, want het is een nieuw huis, Ik heb wel koffie, dus dat komt binnen. Zij heeft koffie, nou, kom op. Na haar studie rechten kreeg Jolanda een jaar geleden een leuke baan als juriste aangeboden. Haar vriend Casper is automonteur en hij werkt als vrijwilliger bij de brandweer. Sporten is een hobby van hun beiden. Jolanda heeft groene vingers en is een echte tuinliefhebster. Maar door drukte komen ze allebei, na de inrichting van het huis, niet meer aan de tuin toe. In de woonkamer van Jolanda en Casper zijn alle meubels helemaal nieuw en hun smaak is overduidelijk. Ik ben qua meubilair hou ik het rustig en ik vind het wel leuk om met elementen wat kleur toe te voegen. Dan vind ik bijvoorbeeld de zachte kleuren, zalmroze, een turquoise, dat vind ik leuk om toe te voegen. Maar de rest hou ik het wel van rustig en neutraal. Ja, die standaard industriële look die vind ik echt verschrikkelijk. Je ziet heel duidelijk een eigen stijl, maar qua indeling zou ik het misschien anders doen. Misschien? Eigenlijk wel zeker weten. Als het beter moet, dan moet het anders. Ik hou wel de meubels, want die vinden ze mooi, die hebben ze uitgezocht. En met die meubels wil ik het helemaal om gaan gooien om te kijken of er een betere zitplek gecreëerd wordt. In die eethoek dan? Nee, die eethoek die komt dan ook te vervallen, want die kast moet opschuiven. En het enige wat ik zit te denken om weg te doen is de tafel en te gaan voor een ronde tafel. Maar het is net nieuw. Maar we gaan voor een betere indeling en voor een mooi eindresultaat. Je ziet hier ook dat fauteuiltje wat ze heel graag willen. Als je die daar op de plek neerzet hoe hun dat zouden willen, kan je niet meer tv kijken. Nou, maar laat jij nou eens even zien wat jij gaat doen dan. Ja. Nou, je kan hier alles afzonderlijk veranderen en ook alles afzonderlijk neerzetten. Nou, nu veranderen we de bank naar die kant. Zoals je kan zien. En dan krijg je gelijk een hele nieuwe hoek. En zo kunnen we alles aanpakken. Toch is dat wel mooi natuurlijk op zo'n programma. Want die maten die zijn vast. Dus je kan zien of het gaat of niet gaat. Hè? Ja, en dit is het makkelijke dus. Want stel dat ik nu met de hand had getekend. Ja. Dan had ik weer helemaal opnieuw moeten beginnen. En dit is eigenlijk een paar minuten tijd om het even om te draaien. En dan kan je ook zien of je het leuk vindt. Precies. Nou, ik vind dit er heel mooi uitzien hoor. De grote eettafel en de tv-kast worden dus vervangen. We zijn even aan de slag geweest hier met de verlichting. Ja, klopt. Dat kan je zo meteen allemaal met een telefoontje of met een iPad bedienen. Okay. Nou, dat noemen ze een e-domotica systeem. Oftewel het geautomatiseerde huis. Nou, in principe heb je 6 categorieën. Beveiliging, je had laatst gezien met de gordijnen. Oh, dat was er ook van. Oh ja. Nou, precies dat is wat we hier gaan doen. Maar ik wil dit keer even een tikkeltje gekker maken. Oeh, vertel. Nou, ik had tegen Rob gezegd dat ik eigenlijk een woonkamer zonder televisie wil. Zonder televisie? Ja, dat zal jou wel moeten aanspreken, denk ik. Of... Dat spreekt me wel heel erg aan, maar waar gaat hij dan heen? Nou, ze hebben hier een laag tv-meubel. En ik wil eigenlijk zorgen dat ik iets met een lift kan doen. Dat is zo... En dan komt hij ergens uit een kast of zo? Of... Ja, en daar zit dus mijn uitdaging, want daar past hij niet op. Oh, oké. Okay. Even kijken. Oh, ja. Oeh, die ziet er wel... Past wel in de stijl, hè? Dat is net dus, niet. Even kijken. Hoog genoeg moet hij denk ik zijn. Oh, die. Dat die is precies, hè? Super. Oké, okay. Kijk, als we die nou combineren met deze hier. Kijk, deze past precies ook qua hoogte, past dat erin? Ik zeg doen. It is time to say goodnight to Napoli. It was hard for us. We moeten jou even voorstellen. Dat ken ik jou helemaal niet. Hij is niet eens ik heb hem geen enkele keer gezien. Nee. Toen ik jou overviel was je er niet. Je bent een grote onbekende voor heel Nederland. Ja, misschien heb ik er niks van gebakken. Ik heb niks zij zegt, hij vindt het ook leuk. Dus we hebben alles gedaan wat zij zei. Wie is nou de baas? Duidelijk sowieso Jolanda, absoluut.
Ja, wij gaan eventjes, ik proost in ieder geval op de verrassing van jou, want ja, je weet echt niet. Ja, een hele grote verrassing.